Oh, dat zagen jullie. Dat zagen jullie. Nee, monsieur. Uh, hey, allemaal. Welkom bij Minecraft Hardcore. We zitten alweer op aflevering 19. Het gaat best wel hard. Als je nou alle afleveringen wilt checken, check even de link in de beschrijving. Er staat een playlist. En dan kan je alle afleveringen van 1 tot en met 19 nu en alle toekomstige afleveringen zien. Vorige keer hadden wij deze Zombie Villager Converter gebouwd, en is onze zombie helaas. ...gediesband. Heel spijtig. Echt heel erg treurig. Maar uh, waarschijnlijk... ...gaan we dat nog wel fixen. En ik had nog eventjes... ...nagedacht tijdens het editen... ...van de vorige aflevering. Dat ik deze... ...dit lever signaal best wel... ...veel beter kan verbergen. Want ik kan het... ...geheim zo naar rechts laten lopen. En dan zo door de muur heen... Uh, ...erlangs. Dus dat gaan we ook nog doen. Maar dat allemaal later. Laten we eerst eventjes... ...een van de meest aangevraagde dingen ooit... ...in deze survival... ...gaan aanpakken. Namelijk... Uh, ik heb nog steeds Diamond Armor, zoals je eigenlijk ziet in elke aflevering. Vandaag gaan we dus daar eventjes wat verandering in brengen. We gaan minen voor Netherite. Daarvoor hebben we natuurlijk even wat spulletjes nodig. Dus ik heb een Unbreaking and Efficiency 4 pickaxe gemaakt. Wat instant mines zou moeten zijn in de Nether. En ik heb een Fire Protection Broekie. Want dat lijkt me wel handig. Want we hebben nergens Fire Protection op, volgens mij. Nee. Dus het is wel fijn om een beetje Fire Protection te hebben, mochten we in de lava meeteren en nog niet onze uh, fire resistance potions he ingenomen hebben. Ik gebruik ook gewoon maar een uh, andere pickaxe, want dat lijkt me gewoon makkelijker om uh, niet de hele tijd die pickaxes te hoeven menden. Ik weet niet hoe lang ik met één pickaxe pickax kan doen, maar we gaan het zien. We kunnen met deze spullen gewoon al makkelijk de Nether in. Dus let's go. Mocht deze pickaxe nou echt te weinig zijn om uh, genoeg netherite te verzamelen in één keer, dan uh, hebben we. Hey. Huh? Wat, wat doe jij hier? <laughs> oh, dit is gewoon een random uh, een, een guy. Oké, okay, chill. Prima. Mag, mag gewoon. Maar mocht het zeg maar te weinig zijn, dan kunnen we altijd gewoon nieuwe pickaxes maken. We hebben genoeg diamonds uh, en we hebben unbreaking en efficiency boekjes bij de villagers. Laten we eventjes minen tot niveau 15 in de hoop dat we niet heel snel heel veel lava gaan tegenkomen. Hij bijna op niveau 15. En dan kunnen we eindelijk beginnen met ons Netherite Mine avontuur. Ik ga vandaag wel voor gewoon een normale pickaxe strat. Ik weet dat het heel populair is om dit met bedden te doen. Holy shit. Ho! Oké, okay, dit is echt niet relaxed dat daar nu al meteen lava zit. Maar goed, we moeten er omheen. Ik weet dat bedden echt een hele populaire strategie is. Ik ben er alleen zelf niet zo heel erg fan van. Ik ben er best wel van overtuigd dat als je met je pickaxe gewoon een goede beweging maakt. dat je genoeg kan minen. En het is ook iets meer gecontroleerd. Holy moly. Oké, okay, um, we doen deze wel even op dit stel. Prima. Dus het moet wel goed komen op deze manier. Laat ik het daarop houden. Hey, kijk eens aan. Daar is ons eerste stukje Netherite. Heel erg nice. Uh, we moeten maar even gewoon ruimte maken. Volgens mij maakt het niet uit of je dit met Fortune doet. Dat scheelt. Oh, en daar is nummer 2 op Oh, daar is nummer 3. Yo, dat is volgens mij echt heel erg leuk. Volgens mij uh, kunnen ze echt maar maximaal met 4 spawnen als je geluk hebt. Tenminste, het is best wel zeldzaam om meer dan 2 stukjes te hebben. Dus, very nice. Goed begin. Hey, weer 3 stukjes. Oh my god, wat goed. Oké, okay, maar dat is dus 6. Dus in totaal 3 armor pieces die we dan uh, netherite kunnen maken. Het is wel spijtig dat het uh, eigenlijk best wel duur is. Maar ik bedoel, ik ben nu in totaal 8,5 minuten aan het opnemen. Wat natuurlijk nog niet zo heel erg lang is. Wacht, is dit. Ah, oh, de sand. Ik word el wel elke keer gebeten door Solcent. En dan denk ik. Oh, netherite. En dan is het Soul sand. Dat is heel droevig elke keer. Hey, nummer. Oh, dit is niet heel veel wel. Nope, dat was er maar één. Sage. Oh, dat is wel echt droevig. Oh. <laughs> Weer word ik een meter zonder. Dit is nu al de zesde keer of zo. Hey, kijk eens aan. Heel goed. Op de rand van de chunk. Ik heb maar eventjes de chunk borders aangezet. Op Minecraft Java Edition is dat F3.g uh, erbij. En het schijnt dus te zijn... Ik weet niet zeker hoeveel waarheid hierin zit. Dus neem het vooral niet helemaal van mij aan. Maar in elke chunk zou minimaal een stuk netherite moeten spawnen. Dus als je, uh, zeg maar, toevallig hier op de rand netherite vindt... Dan weet je van, oh, er kan dus in de buurt nog meer, nether hey, nog meer netherite zitten. En zo kan je dus heel makkelijk netherite vinden. Ik weet niet of dit nou echt valt onder de cheaten. Want ik bedoel, het is een daadwerkelijke game feature. Ik heb er geen mod voor geïnstalleerd of iets. En het kan in survival zonder cheats. Dus I guess dat het legit is. Maar bijvoorbeeld, we hebben dus nu één keer netherite gevonden in deze chunk... En in de rest van deze chunk hebben we dus ook niks gevonden. En dan gaan we nu netjes naar de volgende chunk. En kijken of we in deze chunk ook wat Netherite kunnen vinden. Dat is nu een beetje de strategie die ik aan wil houden. Ik wil dus wel even zeggen: dit is dus geen gegarandeerde strategie. Want in deze chunk hebben we nog geen Netherite gevonden. En zo te zien zit het er ook niet. Dus um, helaas. Maar dan weet je dus ook dat het niet confirmed de waarheid is wat ik heb gezegd. Ik kan er wel nog een beetje boven en onder gaan minen. Want het zou nog wel hoger of lager kunnen zitten. Maar ik ga dan liever gewoon direct door naar de volgende chunk. Oh, mijn pickaxe is broke. Ah, dat is very sad. Oké, okay, nou, dan ga ik even een nieuwe maken. Want ik heb geen zin om mijn Unbreaking Efficiency en uh, Mending Pickaxe uh, te gebruiken hiervoor. Kijk eens aan. Very nice. Oké, okay, gaan we weer. Hey, kijk eens. PC nummer 10 wordt dat. Ja, 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 there you go. Hey, kijk eens even. Nummer 11. En nummer 12. Ik vind ze nu iets minder frequent dan aan het begin. Aan het begin ging het allemaal best wel hard. Maar nu merk ik wel dat ik gewoon. Ja, een beetje ongeluk heb. Maar het hoort er allemaal bij. Aha! <laughs> Elke keer als ik het vind ben ik zo blij. Uh, dit zijn nummer 13 en 14. Lekker meegenomen. En trouwens, kijk eens even. Het zit op de rand van de chunk. Dat is wel heel interessant. Dus ik weet nou niet of ze van dezelfde klomp zijn. Of het is gewoon helemaal random. Dat ik het al die tijd fout had over die chunks. <laughs> dat kan ook nog. Oh. En daar gaat pickaxe nummer 2. Helaas. Oh jee. Er spannen mobs hier nu. Dat is wel vervelend eigenlijk. Dat, je, dat is natuurlijk omdat we zo'n grote ruimte hebben met weinig licht. Valt niet heel veel aan te doen. Gelukkig zijn we skeletons. Wop. 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 En boom. There you go. En nu kunnen we weer verder. We hebben ook al trouwens uh, voor zeven items kunnen we al eentje uh, Of uh, Netherite maken. We hebben ancient debris. Dat is niet genoeg. We moeten meteen all out gaan. En we gaan weer verder. Hé, oh, oh. Hey, ik zag dit compleet niet aankomen, maar we hebben er weer een uh, pc bij. Nou moeten we alleen nog even hopen dat er nog wat in de buurt zit, maar het lijkt er niet op. No. Oh, weer één. Oh, deze keer wel met een... Yeah. Kijk eens aan. Al oh, was het drie, dan was het nog... Al oh. Oh, was het drie, dan was het nog beter. Hoor mij nou. Hoppatee. Kijk eens aan. Want dan zitten we op een even getal. 5, 6, 7, 8. Is dan zeg maar. Oké. Okay, ja, dus in principe hebben we genoeg. Alleen ik ben een beetje bang dat ik iets vergeet. Nou, nah, boeien gasten. We gaan wel gewoon eventjes uh, naar huis. Want we zijn gewoon klaar. Dat is uh, bij deze. We hebben echt vet veel uitgemind. Ik denk niet dat ik er nog een goede overview heb laten zien van hoe het er allemaal uitziet hier. Het is één grote vlakte. En het gaat daar nog veel verder door. Want ik heb één soort tunnel gegraven. En daar heb ik weer heel wat chunks uitgegraven. Maar ik bedoel, je moet maar even denken: een Breaking 3 geeft drie keer de durability van een pickaxe. En ik heb nu twee pickaxes er compleet doorheen gebrand. Dus je kan makkelijk zeggen: van, yo, er zit 1500 durability op. Reken maar uit, jongens. Hey, binnen twintig afleveringen gewoon al full Netherite en de Dragon verslagen. Uh, Wither is denk ik next. Als een uh, grote doel. Alleen het ding is natuurlijk. De Nether Fortress. waar wij onze blaze rods vandaan hadden. die is natuurlijk niet heel, heel erg in de buurt. En het reizen daar naartoe is volgens mij ook niet heel erg Elytra-friendly. Dus dat wordt nog een gedoe. Uh, gaan we nog wel wat. Een, uh, een soort oplossing voor vinden, denk ik. Dat wordt niet een al te groot probleem. Dit mijnen kostte me trouwens drie kwartier in totaal. Uh, misschien li lijkt het heel kort, omdat ik al best wel snel vond binnen uh, een paar minuten. Maar uiteindelijk duurde het best wel lang. Kijk, we hebben al wat netherite scrappies. Daar kunnen we dus netherite ingots van maken. Wacht eens even. Het is vier... Oh, wacht, nee, je krijgt twee netherite scrap natuurlijk. Oh, mijn god, ik dacht heel even van... Huh, nee, wacht, ik krijg één. Hold up, heb ik compleet verkeerd gereden? Oh, het is natuurlijk keer vier. Ik dacht keer twee, bro. Oh, my god, wat stom. Dat is wel echt heel stom. Dus we hebben het nog helemaal niet. Jezus, waarschijnlijk staan ook de hele comments alweer helemaal vol. Met oh nee, dat is dat uh, en dat is dat. That. Oh, God damn it. Oké. Okay. Een breaking efficiency mending. Uh, willen we die alvast doen? Waarom niet? Oh nee, wacht, dit is een andere. Ik heb drie pickaxes hier liggen. Ik heb hier een efficiency silk touch. En ik heb hier nog een fortune. En die willen we natuurlijk. De silk touch willen we denk ik eerst even net rijden maken. Want dat is altijd mooi meegenomen. Kijk eens aan. Wat willen we dan doen? De chestplate. Allemaal, die willen we nog een beetje upgraden. Maar niet heel veel uit eigenlijk. De boots doen we wel. Ik vind de boots altijd wel vet. En de boots dragen we ook altijd trouwens. Want een chestplate is een beetje waardeloos. Omdat je die nog wel eens wisselt met een elytra. Beetje droevig dat ik me hier compleet in heb vergist. In die rekensom. Maar ook wel begrijpelijk. Gezien het best wel een tijd geleden is dat ik met Netherite heb uh, gespeeld. Beetje dom ook. Nou, we kunnen in ieder geval eventjes de leggings erbij doen. Very nice. Kijk eens. Het is al bijna een full set. En dit is praktisch een full set. Al hebben we de Elitra aan natuurlijk. Maar het is dus nog niet compleet. Want uh, we moeten nog eigenlijk de rest van de tools doen. En dat soort dingen. We kunnen het hier niet bij laten. Dus ik ga nog wel een keer de mijn in. Waarom niet? Gaan we weer. En dat is weer een nieuw PC. Oh! Hold up, wacht. Oh, tuurlijk. Oh, jee, ja, ja. Ancient Debris. Verbrand niet, maar als ik er direct achteraan was gesprongen, dan hadden we een probleem. Oh, dat zou echt heel erg erg geweest zijn. Ik had natuurlijk mijn mijn god apple fire resistance potions en ik heb al netherite gear aan, maar alsnog een beetje eng. Hey, nog meer. Hey, dit zijn er drie. Oh, oh. zijn het er vier misschien? Mm, lijkt er niet op. Nop. Oh, oh, mijn hemel. Oké. Okay. Jezus, jongens, ik wil gewoon even wat quartz mine. Er Zit er een zieke lavapool achter? Deze game wil hem echt dood hebben. Mm -hmm, nice. Weer één stukje erbij. Maar daar houden ze het ook bij. We zitten nu alweer op vijf. Wat één piece is. Ah, zo droevig. Allright, we hebben nog maar 22 durability op onze pickaxe. We gaan weer terug. Langs alle enchanted skeletons hier. <laughs> Hoe duur is het om te repareren met diamonds? Drie diamonds is 10 levels. Man, dan maak ik liever een pickaxe. Als het goed is, is dat een full heal en ook goedkoper. Dat is zo. Hier, het is zo raar. Nu heb ik max durability en een level minder. Het is een hele rare Minecraft mechanic. Het enige wat erbij kwam was twee sticks en dat geeft hele zieke korting. Nice. We hebben nu al een stukje erbij. En dat brengt ons weer op een evengetal. We kunnen nu twee uh, dingen maken. Oh, double. Yeah, let's go. Kijk eens aan. Oh, nieuwe. Yeah. Oh, dat zagen jullie. Dat zagen jullie. Nee, mijn shield. Nee. Ah, ik heb mijn shield in de lava gedropt. Dat meen je niet. Ah, wat stom. Dit is mij nog nooit overkomen dat ik in paniek iets in, 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 de, in, de, in de lava drop. Wauw! Nou, voor alles een eerste keer. Zelfs op de leeftijd waarvan ik dacht dat het me nooit meer zou gebeuren, is het gebeurd. <laughs> ah, mijn pickaxe die is het nogal aan het begeven. Hier, let maar op. En hij is kapot. Maar we hebben uh, efficiency mending hier bij ons en we kunnen die eventjes gebruiken op de quartz die we hier nog hebben om een beetje, klein beetje extra durability te pakken. Want ik bedoel we hebben volgens mij nog maar één specie nodig. En dan hebben we er twaalf. Dus dan kunnen we drie nieuwe armorstukken maken. En dat lijkt me toch wel heel relaxed om even, toch even ronduit te komen. Dus, als we dit hebben gemend, kunnen we nog heel eventjes door... Oh, dat meen je niet? Zit het in Quartz? Bro, dat is echt ongelofelijk lucky. <laughs> Want nu hebben we dat mending uh, gedeelte. En dan we, komen we ronduit. Ah, wat goed. Wat goed. Ik ben wel echt compleet verdwaald. Inmiddels in deze tunnels. Dus uh, we moeten wel eventjes de weg terug zien te vinden. Maar moet niet een al te groot probleem zijn, denk ik. Oké, okay, ik moet toegeven, ik raakte toch een beetje verdwaald op de terugweg. <laughs> het is een nacht. Waar mijn eiland vol met creepers zit. Oh, dat is heel kut. Ik weet dat de rest van het nummer niet. Maar ik weet wel dat het heel druk is hier. Holy moly. Oké, okay, even de, alle creepers killen. Want dat zijn de enige beesten die kwetsbaar zijn voor... Uh, of niet kwetsbaar zijn voor zonlicht. Gaan we even rustig slapen. En dan gaan we hier gewoon onze business doen. Uh, wel even snel boven checken, want ik heb dus één keer gehad dat hier iets spande. Oké, okay, niks. Gelukkig. Kunnen we... Auw. Yo! Wat een engel. Kunnen we rustig verder, hoopte ik. Oké. Okay, deze is nu ook klaar. Heel goed. Dan pakken we deze en hebben we drie netherite ingots. Nou, waar gaan we dat allemaal aan uitgeven? Uh, niet aan jou. Sterf. Um, ja, ik denk sowieso dat de chestplate wel uh, de moeite waard is. Cover me in debris! Nice! Heel lekker. en dan wat dan? Ja, de pickaxes gebruiken we gewoon heel veel. Um, ik, ik zou dan denk ik de Fortune pickaxe willen enchant of uh, willen netheriten. Maar zwaard is denk ik ook wel gewoon een hele goede. Er is nooit iets mis mee. En. Ik, wil, ik vind het ook altijd wel relaxed om een beetje onderscheid te kunnen maken in mijn pickaxes. En ik mensen altijd wel. Uh, voor nu denk ik dat ik mijn hakbel graag Netherite wil hebben. Gewoon voor die zieke efficiency. En omdat ik ook heel veel hout vaak moet hakken. En met shovels heb je sowieso best wel snel mine. Dus voor nu is dit mijn keuze. Hebben we full Netherite met zwaard, met pickaxe en met nether, uh, Netherite X. Ik vind het allemaal een hele mooie set zo. Tijd voor lunch. Oh. Oké, okay, mijn buik zit opeens heel vol. Maar ik wilde de aflevering niet afsluiten. Ik wilde namelijk nog eventjes verder bouwen aan de benedenverdieping hier. En ook natuurlijk een nieuwe villager, of een nieuwe zombie hier in plaatsen voor de villager converter. Ik moet, alleen een, ik moet alleen wel even snel wat doen. Ik moet namelijk even nog een name tag fixen. Die ben ik vergeten te pakken. Zo, en zo. En dan eventjes snel een name tag verzinnen. Uh, Becht. Becht met een G. Want uh, waarom niet? Dan moeten we dit hier achter natuurlijk weer even helemaal opengooien zodat het weer functioneel is, ook belangrijk. En als het dan straks nacht wordt, dan kunnen we dit eventjes snel gaan doen. Maar ik heb zoals van ouds weer eventjes wat spulletjes verzameld zodat we die hokjes kunnen bouwen voor de villagers. Oh, het is nu al nacht. Oké, okay. uh, we kunnen maar beter gewoon eventjes nu direct die zombie gaan fixen. Hallo zombie, kom jij maar eventjes met mij mee. Oh, baby zombie villager. Oh, oh die is gone. Ik, uh, ik hoef die niet. Baby-villagers hebben we nu echt niet nodig. Uh, ik moet gewoon deze, even deze isoleren. En zorgen dat hij hier erbij kan. En dan kunnen we hem vanaf hier er wel een beetje in rijden. Hoppity pappity. There you go. Kijk eens wat goed. En dan maken we dit eventjes zodat het werkt. En dan hebben we al easy zombie. Alhoewel, we moeten heel even snel beneden. Even die blokken neerzetten. Want hier. We hadden vorige keer dat hij hier er doorheen ging. Dat hebben we nu even, moeten we nu even voorkomen. Makker is er nog steeds, gelukkig. Auw. Oh, oh, heb ik mijn chestplate aan? Ja, ik heb mijn chestplate aan. Ik moet mijn chestplate uit hebben. Auw, oh, want anders doe, je, doe die thorns damage. Kijk eens. Daar gaat hij. Heel goed. En dan moeten we snel handelen. We hebben die name tag als het goed is bij de hand. Ja hoor. Very nice. Zo. Jouw name tag. Becht, hebben we nu officieel bij de hand. En dan kunnen we hem zo meteen wel eventjes loslaten. Maar uh, nu even slapen, snel. Kijk, dan gaan we nu even dus die, al die gaten dichtmaken en zo. Dat is allemaal nodig. Maken we jou even dicht. En dan releasen wij jou van je minecart. Zoals hier. En dit gebeurde de vorige keer ook. Dat is niet zo heel erg. Dan maken we deze ook gewoon even kapot. Slopen we deze. En dan loopt hij, als het goed is, zo meteen naar het midden. Aha, kijk, zoals dat. En nu zit hij vast. Nou, wat goed. Zo. Villager Breather is hersteld. En nu alleen nog eventjes de lever signaal. Waar ik het aan het begin van de aflevering nog opleuken. Maar dat doen we zo meteen. Eerst eventjes uh, al deze hokjes fixen. Wat heel erg cool is, is dat we eigenlijk gewoon precies zo tegen een plafond aan kunnen bouwen. En dan zijn deze dingen exact de goede hoogte. Dus uh, zo kan je heel makkelijk één kant al helemaal goed doen. Dan zet ik bij elke eigenlijk even hier achter een lantern of iets. Want volgens mij ga je niks van die. Uh, Blokken zien, zo achter de pilaren. En zo houden we de light levels wel een beetje oké, okay, zodat er niks spant uh, of iets. Dat is de framing. Dan doen we gewoon heel simpel hier uh, twee blokken en dan hier twee blokken. En ook eventjes wat, alles wat hier tussen zit, moeten we ook even dichtmaken. Want anders, als we de villagers uit een minecart forceren, dan uh, kunnen ze in die hoekjes komen. En dan doen we de ster zo tegenaan. En dan repeat the process. Trapdoortje erbij, zodat ze er niet uit kunnen, natuurlijk. En achter ze, uh, bij deze wil ik. Stone brick gaan gebruiken. En dan hier ook uh, zo op deze manier. Stone brick en daar een lantern bij. Zodat het uh, mooi bedekt is. Ik zeg elke keer stone brick. Maar ik bedoel normaal brick. Het is heel verwarrend elke keer. En dan trouwens hier tussen zie je dat er een, uh, een gat ontstaat. Hier sneak ik dan gewoon wat cobblestone tussen. Want uh, dat was bij boven ook zo. En niemand heeft het ooit opgemerkt. Zo, ik heb het eventjes herhaald. Hierboven. Wat we dan nog doen is hier een rijtje planks. Of na nou, twee rijen, denk ik. En daarboven komen dan leaves en stairs. Dus de leaves, die doen we zo. De stairs, die doen we zo. Oh, misschien is het wel handiger om eerst de stairs te plaatsen. Dat is iets makkelijker. Dan de leaves daaronder. En dan doen we dit nog zo. Kijk eens wat goed. Het begint er al echt op te lijken nu. Nou, dan nog wat stairs hier en daar elke keer. En daar dan onder ook nog een, uh, een trapdoor waar dit gat uh, zit. Dus zoals dit. Tadaa. En dan nog. Chests hebben we nodig. Hoeveel chests kunnen we maken? Vijf. <laughs> dat is niet genoeg. Hebben we meer hout in onze shokers? Ja, best wel wat. 16 chests. Oké, okay, dat moet denk ik wel goed zijn. En dan moeten we eigenlijk ook even onze flowerpots alvast paraat houden. Want die kunnen we dan ook gelijk even neerzetten. Dus dan doe je tok, tok en dan tok en dan... Oh, een rechte muiskop, ja. En dan repeat the process. Bloop, 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 bloop. En nu zijn ze af. Heel goed. Nu hebben we eventjes heel snel een glow squid nodig. Die zijn niet heel ingewikkeld om te spotten. Kijk, ik zei het toch? He niet heel moeilijk om te spotten. Nee, Exolotto! Oh, ja, op zich is het niet heel erg. Ik bedoel, we hebben de glow insect nodig. Dat is waarvoor we hier kwamen. Kijk eens aan. There you go. En dan hebben we nog even snel wat white die nodig. Want ik wil jullie even laten zien hoe ik dan die hokjes een beetje afmaak. Want je doet erin, zoals dit. Kijk, hij zit nu lekker. Dan slopen we dit, zodat hij ja, los komt te zitten. En dan kan hij interacten met zijn, zijn bouwblokje. En dan doen we daar een sign bij. Ik vind Dark ook wel mooi. En wat verkoopt hij? Ja. Ocean Explorer maps. Eigenlijk is een cartographer vanzelfsprekend. Maar um, Glasspanes is bijvoorbeeld een uh, hele zieke trade. Dus ik denk dat we dan Glasspanes en maps willen neerzetten. Dus zoiets. En het is natuurlijk super donker. Dus daarvoor gebruik je dus White Dye, zodat het iets meer opvalt. Maar nu met de Inked heb ik ook verhandeld in de vorige aflevering. Kan je dit nu mooi maken. Oh, ik vind het echt... Zoveel beter. Dit is trouwens echt zo easy XP en easy money. Dat is echt geweldig. Maar goed, zo richten we dat dan in. Deze guy had nog geen baan. Dat is waar ook. Alhoewel, we wilden hem een farmer maken. Hè? Nou, jou kunnen we ook wel even een plekje geven. Gaan we dat gewoon even lekker regelen, jongen? Hoppa. Zo, kijk eens aan. Het is een farmerman. Oh ja, en we moesten deze guy nog een beetje reset. Want we wilden per se uh, melons en dingen uit hem hebben. Maar dat regelen we nog wel een andere keer. Farmer is niet zo heel interessant. Dit is uh, wat de benedenverdieping ongeveer moet worden. We moeten nog steeds voor het begin en een beetje met het einde uh, moeten we het mooi maken. Daar kunnen we makkelijk nog iets voor designen. Maar het is wel leuk dat we nu twee verdiepingen hebben die er uh, vrij goed uitzien, toch? En dan onze laatste truc van vandaag: even het signaal van deze redstone lever uh, verbergen. Kijk, dit is zoveel beter. Gewoon, het is dicht. En hij werkt nog steeds. Ja, je kan het niet zien dat hij werkt. Maar hij werkt wel. <laughs> Dan nog even het glas terugzetten. Ik ben blijkbaar één glasstuk daar vergeten. Maar maakt niet uit, hè? Weet je? Het werkt gewoon. Dit was een productieve aflevering. Ik ben er erg tevreden mee. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Wil je nou andere afleveringen zien? Zoals ik al zei, check de playlist. Wil je het nou live zien? Check mijn Twitch. Twitch.tv. Abonneer voor meer uh, video's. En wil je me nou op Instagram volgen of mijn Discord joinen? Dat kanaal ook link staat in de beschrijving. Tot de volgende keer. Later.